Stel je eens voor dat VEBO, een hele snel groeiende organisatie, jullie idee door hen wordt ontarmd en dat zij met iets op de markt komen waar jullie aan hebben bijgedragen. VEBO wil heel graag dat er minder zwerfafval ontstaat, dat er minder van hun producten uiteindelijk op straat terechtkomen. Bij Slim Ontwerp willen we graag dat verpakkingen zo ontworpen worden dat de kans op zwerfafval minimaal is. We zijn nu bezig met echt een beeld te vormen van wat de doelgroep is, zodat we vanuit daar echt kunnen kijken van hoe kunnen we de doelgroep bereiken en wat kunnen we het best doen om te zorgen dat het zwerfafval minder wordt. We zijn begonnen met kijken wat ze nu hebben qua verpakkingen en wat daar een beetje de problemen in zijn. Voedselresten en veel verschillende materialen, dat soort dingen. Ja, ik verwacht vandaag dat we door de vele verschillende achtergronden dat we elkaar ook inspireren en ik hoop dat er mooie eindresultaten komen. Jullie hebben nu nog 1,5 uur. Mijn team en ik hebben een pakket bedacht waar alle onderdelen van de hamburger tot de friet bij elkaar zitten. Wij hebben een innovatieve prullenbak voor de VEBO ontworpen. Ik vond het leuk. Het was lekker proactief en iedereen was lekker bezig. Iedere tafel heeft 5 minuten. 3 minuten om toe te lichten en 2 minuten voor discussie en vragen. Het was heel divers. De ene pitch was puur productgericht. De andere was wat meer marketinggericht. Dus leuk dat ze daar zo creatief en origineel mee bezig waren. Wij hebben een afvalbak gemaakt voor bij de drive-thru die automatisch opengaat als je aankomt rijden. En waarbij je positief beloond wordt als je afval weggooit. Echt geweldige ideeën zitten ertussen en ook uitvoerbaar en dat is wel heel mooi. En we gaan het zeker testen om te kijken of het ook op die manier werkt.